Dat doen we zeker. Vooral met dat gas en zo. En het licht probeer overal op te bezuinigen. Dus te isoleren. We hebben maar een huurhuis, maar je probeert toch te isoleren doordat je minder hoeft te besteden. En heeft u zelf ook al enkele verhogingen achter de rug qua energierekening? Ons contract loopt in de 1 december loopt ons contract af. Dus er zit heel veel in spanning van hoe gaat het? Waar gaat het aan toe? Ik bedoel, we betalen bijna richting €200 per maand. En dat verbruiken we eigenlijk niet, dat kunnen we al zien. Verbruiken minder, maar je weet natuurlijk nooit wat het bedrag gaat worden. Ja, dat roept iedereen denk ik op dit moment. Hè? Kijk, er zijn heel veel mensen die... Ik sprak al mensen die van €150 in de maand naar €700 aan, laten we zeggen, aan een energiemaatschappij moeten betalen. Ik vraag u dat ook, omdat een grote energieleverancier per 1 oktober zijn tarieven fors gaat verhogen. Ja. Maar dat is ook geen Nederlandse firma, geloof ik. Het is onderdeel van een Duits concern, heb ik begrepen. Tenminste, ik heb een keer het verhaal gelezen. Ja, het is natuurlijk eigenlijk een beetje van de gekke. Als je er een beetje naar kijkt, wie je ook spreekt, er is heel veel onvrede. En vindt u die onvrede terecht? Jazeker. Kijk, ze zeggen nu in Den Haag, ze willen dan het minimumloon verhogen. Daar hebben wij, dat mag ik dan zeggen, dat heb ik onder meer vorig jaar een grote actie voor gevoerd in Almelo. Die is ook ondertekend door de gemeenteraad. En die €14, dat komt er dan wel van, ook op langere termijn. Maar ja, ik kan me best voorstellen dat je, laten we zeggen, een bijstandsuitkering hebt of een andere uitkering hebt, dat het heel erg moeilijk is om rond te komen. Dus dan moet je wel wat. Jazeker. Ik kijk elke donderdag de reclames al even na. En bij bepaalde winkels ga ik dan uitzoeken wat ik koop. En doet u dat uit een soort gewoonte of is daar een actuele aanleiding voor? Bij mij is het een gewoonte. Ik doe het al jaren. U heeft vastgehoord dat de energierekening enorm omhoog is gegaan, hè, bij heel veel mensen. Ja, dat hebben we gehoord. En ik vraag u dat, of u keuzes maakt, omdat een grote energieleverancier per 1 oktober de elektriciteitsprijs met 50% verhoogt en de gasprijs met 30%. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het een hele grote verhoging. Maar we hebben gelukkig ons vaststaan tot oktober, dacht ik, hè? Volgend jaar. Ja. Ja. Er zijn er natuurlijk een heleboel mensen die in een minder gunstige positie zitten. Zou het bij u ook zo ver kunnen komen dat u denkt, ik kan de eindjes niet meer aan elkaar knopen? Nou, ik denk het niet. Wel bezuinigen, maar ik denk niet dat we de eindjes aan elkaar hoeven te knopen. Ja. Dat doe ik mijn hele leven al. Oh, dat is meer een vanzelfsprekende gewoonte. Een vanzelfsprekendheid, ja. En de huidige situatie qua energierekening, heeft daar niet zo toe bijgedragen? Jazeker wel. Nog een beetje extra letten op gasverbruik en elektriciteit en water. Jazeker. Omdat alles zo duur is geworden. U wilt weten welke keuzes? Nou ja, kijk, ik vraag u dit omdat een grote energieleverancier heeft aangekondigd om de energieprijzen per 1 oktober fors te verhogen. Oké, nou ik heb het juist gelezen dat ze fors verlaagd gaan worden. Ja. Nou, dat is niet zo mooi. Nee. Dat is erg duur. Nee. Dus dan moet je wel wat. Ja, en het is dan maar afwachten of de mensen voldoende gecompenseerd worden voor de hoge energierekening. Ja, klopt. Ja, dat klopt wel wat hij daar zegt. Waar gaat het allemaal naartoe? Ja, ik vraag het me ook af. Ik bedoel, ik ben de jongste niet meer, daar gaat het ook verder niet om. Maar zoals het nu is, dat heb ik nog eigenlijk in al die jaren nog niet meegemaakt hoor. Dat moet wel, ik ben helaas afgekeurd, dus ik heb maar een uitkering. Dus ik zal wel een keuze moeten maken. Dus u bent al gewend om met weinig om te gaan, om het zomaar eens te zeggen? Ja, hou al niks over eigenlijk. Ja. En dan hebben we nog geluk dat we best wel goed geïsoleerd huis zitten. Dat is ons geluk, maar zelf proberen daarnaast ook nog wel te isoleren. En kunt u bij uw gemeente ondersteuning vragen? Nee, dat mevrouw werkt er ook helaas, die zit ook met de gezonde. Maar we hebben dan net weer, zit je net boven de grens, dat je dus voor die €800 of €500 of €1300 aan mij komt. Daar zitten we net naast en dat is dan vervelend. Ja, maar die uitzicht toch ook, kijk maar even naar gisteren die discussie in de Tweede Kamer. Kijk, ik heb bij dat soort partijen helemaal niks, daar gaat het verder niet om. Maar als je dan ziet hoe mensen elkaar bejegenen, laat ik dat maar zo zeggen, hoe mensen er onderuit gehaald worden. Kijk, we leven in een democratie. En kijk, dan heb je toch ook bepaalde normen en waarden waar je je aan moet houden, vind ik dan. Hè? Maar even terug op die hele discussie. Ik denk wel dat heel veel mensen het moeilijk hebben.
En dan moet je wel wat. Ik heb een vast contract en daar ben ik op dit moment heel blij mee. En ik ben ook blij met het plafond wat nu ingesteld gaat worden. Ja, want dat is dus op Prinsjesdag bekendgemaakt. Ja. Denkt u dat de maatregelen die zijn aangekondigd op Prinsjesdag voldoende zoden aan de dijk zetten voor de mensen? Nou, ik denk het niet. Wel voor een groot aantal mensen, maar voor het midden- en kleinbedrijf natuurlijk niet. Denk eens aan de bakkers en de tuinders en zo. Ja, dat is nog een heel groot vraagteken, hè? Ja. En weet u dat u ook een beroep kunt doen op de gemeente? Dat weet ik, ja. En zou u dat doen in geval van nood? Als het nodig is, wel, ja.